is Ineke uit Heemstede. Zij heeft in tegenstelling tot Liesbeth een ijzeren conditie. Sporten staat bij haar en haar gezin op nummer 1. Ik sport heel veel. Veel te veel. Kan ook doorslaan hoor. Ze traint 6-7 keer in de week. Makkelijk, soms 2 keer op een dag. Ik snap ook niet als mensen niet bewegen. Dat je niet weet waar je spieren zitten of dat je ze niet voelt. En dan zie je ook natuurlijk dat er heel veel overgewicht is om je heen. Let juist wel op de lijn. Sterker nog, ze zet alles op alles om strak en gezond te blijven. Er is tegenwoordig niks meer in huis. Het wordt wel een beetje ongezellig hoor. Magnesium is voor je spieren. Vitamine D. Een stukje ouwe natuurlijk hè, voor osteoporose. En dan heb ik huid, haar en nagel. Houd gezondheidsfreak Ineke het bij dit huis zitten. Ik hoop natuurlijk op een ontzettend lekker ding. Nee, maar ik weet het niet. We gaan het wel zien. Dan is het tijd voor de dames om hun tas te pakken. Mijn loopschoenen mee, je weet maar nooit. Vitaminepillen, zemelen, lijnzaad, mijn kiwis. En het is goed voor de stoelgang. Doei. Nou, dat is goed. Dank. Heel veel plezier. Ja, en daar geniet ik van. Tede krijgt Ed opeens ook zijn bedenkingen. Nou, daar gaat ze. En ik moet maar afwachten wat ik nog krijg. Ineke realiseert zich dat ze heel erg ver van huis is. Nou, volgens mij zijn we nu in Venlo, toch? Ik hoop dat ik ze hier nog kan verstaan. De huizen zien er anders uit dan ze gewend is. Maar dit lijkt me wel meer sociale woning. Oh. Ja, het is wel verschil met mijn straat. Zeker weten. Ineke treft een leeg huis aan. Ze heeft geen idee wie hier nu precies wonen. Een grote zitbank. Ze hebben een hond. Ja, ik weet niet hoe groot die is. En of die veel blaft of zo. Want daar ben ik ook niet zo gek op. Oh, wat grappig, die foto. Ineke ziet op de foto niet direct dat het 2 vrouwen zijn. Ik vraag me dus af, van, is het nou het stel? Een moeder-zoon? Het is een beetje Michael Jackson-achtig met een... Met een blonde dame. Nou, tuin is niks mis bij. Nou, ze drinken bier en ze roken ook, zo te zien. Maar ik weet niet of ze binnen roken. Ik hoop buiten. Oh ja, dat vind ik minder. Ga je kleren, alles gaat stinken, je haar, je kleding. Nou, ik ben sowieso niet zo van het roken. Nee, vind ik zonde van je lichaam. Allemaal een beetje kant-en-klaar. Wat is dit? Is dat energy drank? Oh ja. De vrouwen hebben hun eigen huisregels opgeschreven. Zich aan moed houden. Welkom in ons tulpje. Ik woon samen met mijn vriendin Liesbeth en we zijn 8 jaar samen. Liesbeth en ik voeden samen haar neefje Joshua op. Ik had eigenlijk een man verwacht. Ja, dag. Liesbeth heeft niet een al te beste conditie. Dus die mag lekker op de bank blijven zitten. Oh, wat zonde. Die zou toch even naar buiten moeten voor een wandelingetje of zo? Inmiddels is in Venlo Liesbeth samen met haar hond Diablo binnengekomen. Ineke is doodsbang voor honden. Oh my god, dat gehuig. Hoi, ik ben een beetje... Hoi Ineke. Jij bent Liesbeth. En jij bent Joshua. Ja. Hoi. Ga zitten. Ja. Kom, gezellig. Gonne, er staat Nassie op het menu en haar schoonmoeder eet vanavond een hapje mee. Hallo. Ja, Mia. Ik ben Ineke. Leuk. Te zout. Daar krijgt heel veel dorst van, hè? Drink heel veel door de pakjes om. Ja, maar dat zijn zouten stokjes. Daar krijg je ook heel veel dorst van. De honden? Ja, tuurlijk. Het is veel te zout, joh. Dat is heel slecht voor je, zout. Daar krijg je hoge bloeddruk van. En je bloeddruk? Ook, ja, maar die is af en toe hoog. Maar dat weet ik. Maar dan komt ook dat ik te zwaar ben. Ja. En hoe komt het dat je te zwaar bent? Je hebt te weinig bewegen, dat zal het wel zijn. Ja, maar wat ik me afvraag... Normaal als je een hond hebt, dan ga je hem toch uitlaten en dan ga je verlopen? Maar die hond is net zo lui eigenlijk als ik. Ja, liefst gaat hij helemaal niet naar buiten. Tot slapen. Liesbeth heeft in Venlo voor een heel weeshuis gekookt. Ik rook 1 stokje, is zat. Echt waar? Ja, ik ben niet zo'n grote eter. Wat heb ik nou vandaag gedaan? Normaal fiets ik altijd en ga ik sporten en... Dat meen je niet? Ja. Ik heb ook heel veel trappen in huis, dus ik loop
Och, dat meen je toch niet. Heb je dus een heel groot huis? Ja. Wie wil een bank zetten? Wie? Ik wil een bank zetten. Meestal lig jij zelfs. Ik ben nou gestopt met cola drinken, want ik dronk heel veel cola. Zeker 5 tot 6 liter. Ik drink s'nachts ook 2 liter. Dus nu heb ik dat in ieder geval achterwege gelaten. En nu ben ik aan de spaar. Dus dat moet al gaan schelen. Ja, ik vind het onbegrijpelijk. Ja, echt waar. Ja, ik maak me wel een beetje bezorgd over de gezondheid. Roken, overgewicht. Ineke heeft een gruwelijke hekel aan roken. Lisbeth kan niet zonder. Lisbeth, rook je altijd binnen? Ja, ik rook overal. Ja. Maar vind je dat niet raar? Raar? Ja, want jouw neefje zit er ook bij. Ja, en? Wat is dat dan mee? Nou, en je hond zit er ook bij. Ja, ik begrijp wat je wil zeggen, dat ze meeroken. Ja. Ik ben wel streng, hè? Dat klopt, maar ik bedoel, als ze ergens anders komen, roken ze ook. Ze kan ook bij de bus staan, roken ze ook. Ja, maar dat is buiten, hè? Ja, goed. Maar buiten is anders dan binnen. Heb je er niet over nagedacht? Ja, maar binnen kan er toch geen kant op? Buiten wel. Maar ik bedoel, Joshua is 11, die heeft hij niet om gevraagd, toch? Om in die rook te zitten. Ja. Dat vind ik zonde. Ja. Toch? Ik ben er niet zeg mee bezig. Wel. Ik zeg het tegen je. Mag je ook? Mag toch? Nee, zeker. 1, 2, hoppa. Kijk op, en ik kom af. Zo. Ik voel me toch zwaarder dan ik je dag uit. Wat valt je zwaarder? Dat zo erg is. Ja, hè? Ja, moet er even doorheen. Het is 6:00 in de ochtend en Ineke en Lisbeth zijn al vroeg uit de veren. Hond Diablo is het boosdoener. Iedere ochtend geeft hij aan dat het tijd is om op te staan. Ineke heeft niet heel lekker geslapen. Goedemorgen. Ik was wakker geworden en ik hoorde ook veel gesnurk. Van mij? Ja, en je hond. Dus je hebt slecht geslapen? Ja, ik ben niet moe of zo, want ik heb helemaal niet zoveel slaap nodig. Oh, want ik heb er eigenlijk niet zo heel veel gedaan gisteren. Ineke is thuis altijd met gezondheid bezig. Maar hier gaat het er net iets anders aan toe. Dus ik mag niet ontbijten. En jij gaat meteen alweer roken. Ja, dat hoort erbij. Koffietijd komt dadelijk ook, hè? Ja, dat is 10:00 pas. Oh. Heb jij zware check ook? Ja. Oh, tuurlijk. Nu laat Ineke het nog toe, maar straks mag zij bepalen wat er gaat gebeuren in huis. Joshua is zijn bed niet uit te branden. Hij is verslingerd aan de Xbox en je moet van goede huizen komen om hem daar vandaan te krijgen. Kom je zo naar beneden? Broek aan en een goed t-shirt. Joshua, ben jij... ben je wakker? Ben je wakker? Kom je dan zo naar beneden? 5 minuten. Alleen Joshua ontbijt. Heb je hem niet helemaal opgegeten? Nee, ik heb geen honger. Oh, maar krijg je nog geen honger op school? Nee. Oh, oké. Ja, je zou gewoon eigenlijk aan tafel moeten gaan ontbijten. Met verse jus en fruit. En dan hoeft het helemaal niet zoveel te zijn. Want ik snap wel dat hij geen trek heeft in een broodje 's ochtends. Dat hebben de meeste kinderen niet. Joshua wordt opgehaald door de schoolbus en Lisbeth heeft zich inmiddels gedoucht. En ze is liever lui dan moe en laat Ineke het werk opknappen. Ineke, die zelf altijd op de lijn let, treft op de slaapkamer van Lisbeth een onaangename verrassing. Nou, die zullen we maar mee naar beneden nemen. Dus ze drinkt wel cola. De fles cola die staat naast het bed, leeg. Dus zij drinkt 's nachts ook cola. Lisbeth? We zijn even aan het opruimen boven. Maar die staat naast je bed, hè? Ja, die hebben we opgedronken. Wanneer? Vannacht? Ja, niet helemaal. Het is wel nog maar een beetje in. Ja, maar dat is toch ook... Dat is niet lekker, dat is lauw. En ik bedoel, dat is niet goed, hè? Neem dan water. Kijk, als ik het nou niet koop, dan zijn ook mensen... Ja, als die komen, die willen dat hebben of zo. Moet je het verstoppen? Ja, kan we doen. Maar waarom zit je nou zoute stokjes te eten? Dat is ook zo lekker. Ja, maar je moet ontbijten, want dan hoef je die stokjes niet te eten. In Venlo krijgt hond Diablo het op zijn heupen. Nee, man, alsjeblieft. Ik ga niet stofzuigen. Ga
hij doet echt niks. Ik kan niet stofzuigen. Zal ik hem stofzuigen? Weet je hoe die aan moet dan? Stofzuigen wel. Ja, maar dan kan je toch niet stofzuigen? Ik ben sowieso wel een beetje bang voor honden. Maar vooral van deze. Maar zie je dat er heel veel leven in hem zit? Ik kan slechts de hele dag stofzuigen aanzetten. Nou ja, nee, dat kan ook niet. In Venlo krijgt Ineke Liesbeth eindelijk van de bank af. Ze gaan boodschappen doen. Ineke, die zelf overal de fiets voor pakt, vindt het wel gek dat Liesbeth zelfs voor de kleinste afstand de auto pakt. Heel mooi hier. Oh, jawel. Jullie hebben ook heuvels. Ja, ik ben fijn wandelen. Ja, hier, dat is goed voor jou, trap je op. Ja. Echt leuke ideeën. Hele leuke, hè, Bikke? Ja. Ja. Ineke let nooit op de prijzen, maar Liesbeth wel. Daarom haalt ze haar boodschappen in Duitsland. Bovendien zijn de chocolaatjes bij de Oosterburen ook niet te versmalen. Dat vind ik lekker. Wat vind jij lekker? Ja, maar jij moet nog eens wat pakken. Want jij wil alleen maar gezond worden tijd dat je een beetje aankomt. Pak maar. Nee, ik eet het niet. Nou, je eet het maar wel, een keer. Oh, oké. Okay. Wil je die? Oh, nee. Nee, joh. Wat vind je dan lekker? Nou, dit kan mij niet... bekoren. Nee. Perfect. Eén zo één, hoor. Ja. Gaat het? Ja. Ja, een beetje helpen ken ik wel. Oh, oké. Okay. En jij laat Geraldine altijd al die zware dingen tillen? Ja. Waarom doe jij dat niet dan? Ja, ik heb er moeite mee. Ja, dat snap ik. Maar dat zou wel goed voor je zijn. Ja. Ja. Maar ja, als Geraldine me helpt ermee, is het ook goed, toch? Ja. Maar dat is ook lekker makkelijk, hè? In Venlo is Liesbeth helemaal uitgeteld van het boodschappen doen. En nu zit ik hier maar een beetje om me heen te kijken. Ja, ik verveel me enorm en die dag duurt ook zo lang. Normaal vliegen de dagen voorbij. Maar nu niet. Als ze zo doorgaat, dan wordt ze zeker geen 80. Zij draait de nacht om in de dag. Door die cola de hele dag te drinken. En Liesbeth is eindelijk wakker. Je hebt wel aardig duurtje gedaan. Ja. Half uurtje. Nou, dat is veel. Ja. Ik denk dat het verveling is. Ik denk dat als je dagbesteding hebt, en dat klinkt misschien een beetje raar, maar je moet denk ik een doel hebben in je leven. Heb jij vroeger hobby's gehad? Ja, meubeltjes opknappen. Ja, oh, oké. Okay. Ja. Ook veel gedaan, vind ik echt leuk. Maar ik heb er geen plaats voor, wat moet ik het doen? Buiten. In de zomer kan dat makkelijk. Ja, in de zomer wel. In Venlo kan gezondheidsfreak Ineke het avondeten niet waarderen. Het is verlepperig, zeg maar. Het is kant en klaar, hè? Ja. Ja. Hij krijgt het bijna niet. Maar dat gaat hij liefst. Even kijken wat er allemaal in zit. Volgens mij zit er alleen maar wat voor je. Ja. Liesbeth voelt de buil al hangen. Morgen gelden de regels van Ineke. Ja, zeker goed slapen. En dan zie ik wel wat Ineke voor me een paddle wave. We gaan wat meer beweging doen, want ik heb echt helemaal niks gedaan vandaag. Ja, ik heb afgewassen en ik ben naar de supermarkt geweest. Ik heb dus gewoon maar 2 kilometer gelopen. Nou, dat is natuurlijk helemaal niks. It's a new day, it's a new life. Een nieuwe dag is aangebroken en het is een belangrijke. Vandaag worden de huisregels omgegooid en ze moeten opgevolgd worden. Nou. Lieve Liesbeth en Joshua, ik voel me hier heel erg welkom in jullie stulpje. Toch vind ik dat hier een aantal dingen moeten veranderen. Dus als eerste gaan de asbakken naar buiten. En je gaat buiten roken. En als het dan regent? Nou, dan ga je maar onder een parasol staan. Nee. We gaan minder zout eten. Geen zoutstengels. We gaan water drinken in plaats van cola. We gaan een fiets kopen. Dat meen je niet? Ja. Zij kan niet fietsen. Ik denk het ook niet. Ik heb al heel lang niet meer gefietst. Ja. Hoe lang dan? Misschien wel 20 jaar niet meer. 20 jaar? Ja. Ik fiets elke. Maar misschien ben ik er wel verleerd. Kan ik wel helemaal niet meer fietsen. Nou, maar je verleert dat niet. Ineke begint de dag meteen goed met een gezond ontbijt. Met kiwis natuurlijk. Ja, ik
Als je deze op hebt, hè, ja, dan heb je al een hele enorme vitaminebom. En daarna is het tijd voor een wandeling met de hond. Zo krijgt niet alleen Diablo-beweging, maar Lisbeth ook. We gaan even daarheen. Zie je hoe mooi het daar is? Ja. Het is vlak bij je huis. Ja, maar kijk, verder mijn benen nog. Maar hier kom je eigenlijk maar nooit. Maar met de auto. Dan stop ik gewoon en laat ik me eruit. Maar hoeveel meter is dit? Ik zou het begon niet weten, maar lijkt het 200 meter? Hoeveel? 200. Dat is niks. Is dat niks? Nee, dat is helemaal niks. Dat is ook heel ver open. Lisbeth heeft al 22 jaar niet gefietst. Ineke heeft in de regels gezet dat ze niets meer met de auto mag doen. Ik wil niet fietsen. Niet? Nee. We komen voor de fiets. Ja, zij heeft er veel zin in. Ja, zij heeft er veel zin in. Ze is niet blij, maar het gaat toch gebeuren. Het moet. Oh, dat is wel een. Hier, een mandje voorop. Even proberen. Gaat hij, lief? Ja, dat moet maar, hè. Oh, dat gaat goed. Ja? Oh, zeker. Kom, lief. Oh. Ah, het gaat wel. Dat is echt mooi hier. Kom maar. Laat maar door, kom nog. Gaat goed, toch? Zo. Wat moet ik je een duwtje geven? Doe dat maar. Kan je niet meer bijhouden? Moe. Heel moe. Ik heb pijn in mijn benen. Mijn kont, kop en alles heb ik. Echt. Terug in Venlo. Lisbeth baalt, want na het fietsen is het tijd voor een rustige looptraining. Ja, maar lopen is anders, hè? Kom maar. Dat is ook geen moment van rust. Ze doen boodschappen bij de Turkse winkel om de hoek. Lisbeths kennis van gezond eten laat de wensen over. Nou, ze zien een sinaasappeltje meenemen. Die moet je pellen, hè, deze. En dan nemen we de vijgen. Ja? Dat is ook zoet, hè? Dat is wel lekker, hoor. Ik kan het niet. Ken je het niet? Ik heb nooit gegeten. Ik ken het wel, maar ik heb nooit gegeten. En het zijn dadels. Ja, dat heb ik ook nog nooit gegeten. Nee? Doei. Hoi. Doe het eigenlijk liever met de auto. Ja, dat snap ik. Maar als je ik heb zo rugpijn. Maar als je niet zoveel nodig hebt, kan je het makkelijk lopen doen. Maar dan zullen we het even een tussendoortje nemen. Dit is een dadel. Nou, niet vies. Dat is niet vies, hè? Nee. Er is geen moment rust voor Lisbeth. Ineke wil niet meer dat Lisbeths dagen leeg zijn en daarom moet ze haar hobby weer oppakken. Oude meubeltjes beschilderen. Voor Joshua blijkt dat ook een gouden greep te zijn. Joshua is heel enthousiast. Het is heel leuk om te zien. Ze hebben eigenlijk dezelfde passie. Verven. Voor hem vind ik het nog leuker omdat hij het zo leuk vond. De avond wordt afgesloten met een gezonde maaltijd. Lisbeth valt bijna terug in haar oude gewoontes. Lies, jij gaat slapen. Kom, we gaan eten. Lies, wil jij die check even van tafel halen en in de buiten leggen? Hoe moet je dat doen dan? Zo? Ah, hier heb je wel eens snel honger van. Misschien. Dan neem je een vrouw. Na een bewogen week is het tijd om de koffers te pakken. Allemaal hebben ze er op hun eigen manier iets van opgestoken. We zullen je missen, want we zijn stiekem pak gek op je geworden. Ja, ik op jullie. He? Echt geweldig. Ja. Jouw gastvrijheid en jouw warmte, het zag heel erg niet. Ja. Ik moet er bijna uit. Ah, ik erbij. En de vrouwen zijn gemist. Ja, ik zie wat. Hallo, schat. Hey. Het is ook wel weer fijn als wij te zijn. Ja, dat weet je, dat dacht ik al. Nou, maar ik heb het echt super gehad. Het is een maand later en vandaag mogen de koppels hun ervaringen uitwisselen. Hoi. Hallo. Hebben ze iets geleerd van elkaars leven en wat is er dan veranderd? Ik denk dat je toch ietsje strenger moet zijn voor Lisbeth. Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar laat je wel de hond ook weer uit? Ja. Ja? Hoe vaak? 3 keer per dag. Ja, jawel. Durf je me dan recht aan te kijken? Ja, kan eens. Weet je wel, dat het minder is, maar ik doe het echt, ja. En roken? Ja, dat doe ik sowieso, dat weet je. Ach, is er wel over. Maar je rookt wel binnen? Ja. Dat moet allemaal langzaam aan.
Ja. Dat kan ik in eentje. Nee, dat kan ook. Ik moet zoveel, dat weet je. Ja. En ik heb me wel heel veel goed. Je hebt wel heel veel goed gemaakt. Dat wel. Dan blijkt het toch dat ik het gedaan heb. Wat Ineke met Liz heeft gedaan. Ja. Ik kreeg het gewoon niet voor elkaar. En Ineke maakt Liz bewust waar ze mee bezig is. En ja, ze moet aan de gezondheid denken. En dat was mijn doel. Het gaat je goed, meid. Ja, jij ook. Zij geniet wel van het leven. Dat vind ik wel mooi om te zien. En zij heeft eigenlijk overal malingen aan. Dat vind ik ook mooi. Zij, het interesseert haar niet wat de mensen van haar denken. En ik denk ook dat je zo moet leven.